Haar kerntaken zijn bevorderen van de stabiliteit in de monetaire sfeer, bevorderen van de stabiliteit in het financiële stelsel. Dat moet zij op een autonome wijze doen. Dat wil zeggen, in de nieuwe wet mogen er geen twee monetaire autoriteiten zijn, maar één monetaire autoriteit. Dat is de centrale bank. De centrale bank moet bevoegd zijn. Hij moet ook dus door de regering en door de politiek de ruimte worden geboden om naar eigen inzichten het monetaire beleid te voeren. Zonder steeds storende interventie van de zijde van de overheid. Dus dat is uitermate belangrijk. De centrale bank moet haar kerntaken vervullen. Dat betekent heel concreet dat de centrale bank nimmer mag optreden als financier van de overheid. Als de overheid financieringstekorten heeft, als fiscale autoriteit, moet de overheid deze tekorten op de markt dekken, hetzij in het binnenland, hetzij in het buitenland. Het mag dus nooit meer zo zijn dat die centrale bank steeds weer wordt geconfronteerd met beroepen op haar, al dan niet en vaak ook gesanctioneerd door wijzigingen in de wet, en goedgekeurd door de Nationale Assemblee. Belangrijk is ook dat ook de interne organisatie van de bank moet worden verbeterd en dus de structuur van de bank moet worden versterkt. Een belangrijke manier om dat te doen is dus af te stappen van wat in die oude bankwet staat. Dat dus het bestuur van de bank wordt uitgeoefend door de president. Punt. In de moderne centrale bankliteratuur en ook in de praktijk van de centrale bankwezen zien we dus dat dus er nu bestuur van de bank wordt gevormd door een collegiale directie. Dat is uitermate essentieel. Niet dat één man bepaalt wat bij de centrale bank gebeurt, maar een team van deskundige mensen die zijn benoemd op basis van een heel gedegen lijst van eigenschappen waaraan dus die persoon moet voldoen. De Raad van Commissarissen moet anders gestructureerd worden, niet worden bemand door een regeringscommissaris. Die functie moet volledig worden afgeschaft. Ook niet bemand door vertegenwoordigers van verschillende ministeries. De Raad van Commissarissen moet bestaan uit integere, deskundige mensen die benoemd zijn, inderdaad ook op basis van eigenschappen die ze hebben en eigenschappen die van belang zijn voor dus goede functioneren van de centrale bank. Dus dat zijn zo de belangrijkste wijzigingen die in de nieuwe bankwet moeten komen. Ik hoop dat op korte termijn een nieuwe wet komt. Er moet ook natuurlijk ook waarborgen in de nieuwe wet worden opgenomen. Dat dus niemand en ook het parlement niet zomaar die wet kan wijzigen. Ik geloof dat het toch wel belangrijk is om aan te geven. Wil je het vertrouwen herwinnen? Wil je dus komen tot een centrale bank die functioneert overeenkomstig de doelstellingen van een centrale bank, overeenkomstig de praktijk van een centrale bankwezen? Wil je dat de centrale bank functioneert op basis van best practices? Dan moet je dus de centrale bank een autonome rol gunnen als politiek. En je moet die autonome rol nimmer aantasten, ook als het moeilijk gaat.